Je bent nu een beetje met politiek bezig. Dat lijkt niet, maar als ik interviews van jou teruglas van de jongste jaren, zat dat er een beetje aan te komen. U zei bijvoorbeeld hier, van de zomer hebt u hier op het Flageolet een concert gegeven. En u zegt dan in Brussel deze week, ik heb ja gezegd om, hoe zal ik het zeggen, wat politieke actie te voeren. Ja, dat klopt. Ik vind dat het heel slecht gaat. Alles gaat een beetje slecht in het algemeen nu. Maar ik vind dat de Brusselaars eigenlijk geen plaats in de politiek, alleen weinig plaats hebben in de politiek. En dat ik vind dat de toestand aan het verergeren is en dat men de mensen tegen elkaar aan het opzetten is. En dat vind ik gevaarlijk en ik vind dat zeer onaangenaam ook. Die mentaliteit is geen Brusselse mentaliteit. En dat wordt hier nu zo, ik weet niet, ik heb zo de indruk dat de Vlamingen uit Vlaanderen en de Walen uit Wallonië hier komen zeggen wat dat wij moeten doen, hoe dat wij moeten denken, hoe dat wij moeten leven. En dat ze de wet hier komen stellen, terwijl, moest het nu oké zijn en wij konden daarmee leven, geen probleem. Maar integendeel, ik vind elke Brusselaar is een beetje verloren, zo van wat gebeurt er hier allemaal? Een ander citaat van u. Het is de taak van een artiest om te protesteren tegen de absurditeiten. Hey, die Ja, zijn er hier in Brussel nogal wat. Hey? absoluut, ja. Waar stoort u zich bijvoorbeeld het meest aan? Is een lange lijst. ik vind het ergste vind ik is dat er twee verschillende politieken uitgevoerd worden in eenzelfde stad. Dat je bijvoorbeeld als Vlaming anders behandeld wordt dan als Franstalige. Ik vind dat zoiets niet kan. Ik vind iedereen moet op gelijke voet behandeld worden. En ik vind dat inderdaad, dat zet de mensen tegen elkaar op. En dat geeft een heel slechte sfeer. Dat is echt. Ik voel mij soms beschaamd als ik nu met Vlamingen ben en dat bijvoorbeeld mijn kleindochter spreekt Frans op dit moment, hè, ze is nog maar 2,5. En ik voel mij soms gegeneerd, want de mensen zeggen van, ah, ze spreekt Frans. Zo precies dat ik mij beschaamd moet voelen, omdat mijn kleinkind, trouwens, ik kies niet in welke taal dat zij naar school gaat, dat zijn haar ouders die daarvoor kiezen. Dus ik vind daar wordt zo een druk opgezet zo op die taalkwesties en zo. Het is echt niet meer tof, echt niet meer plezant, vind ik. Nu, dat is een vaststelling dat Brussel. Ja, door de structuur van het land, vanuit die twee gemeenschappen, bestuurd wordt een beetje boven de hoofden van de Brusselaars. Dat is een gevoel wat al een paar jaar bestaat. Is die petitie geweest, waar duizenden mensen op hebben ingetekend. Daar is nu ook een soort politieke partij uitgekomen, Pro-Brussel. U hebt daarvoor gekozen en we gaan eens luisteren naar de ondervoorzitter Thierry Van Eck. Het is zo dat we vaststellen dat alles nog altijd beslist wordt vanuit de gemeenschappen. Dat ook de partijinstanties, de verschillende politieke partijinstanties, vanuit een gemeenschapsoverweging hun beslissingen nemen. En dat er eigenlijk heel weinig over Brussel aan bod komt. Dat is de laatste maanden wel een beetje aan het veranderen. Maar ik zou zeggen, zolang er geen echte Brusselse tweetalige partij opkomt voor de belangen van alle Brusselaars, en dan zeg ik wel alle Brusselaars in de zin van Franstaligen, Nederlandstaligen, allochtonen, Turken en Marokkanen, dan zullen we eigenlijk tot geen goede resultaten komen. Wij willen uiteraard de tweetaligheid en de meertaligheid, want er is nog meer at stake dan gewoon de tweetaligheid. Dus de meertaligheid bevorderen, in de hand werken, al de scholen op een hoger niveau opkrikken. Daarmee willen we ook dus de economie aanzwengelen. We willen een halt toeroepen aan die verschrikkelijke oploop van werklozen. 90.000, dat is verschrikkelijk hier voor Brussel, vooral bij de jongeren. Dat gaan we kunnen realiseren via een betere opleiding. Ja. C'est tout un programme, zouden ze in het Frans zeggen. Het is bijzonder ambitieus, hè? Kijk, ik denk niet, dat vind ik, dat is ook daarom dat ik meedoe met die mensen. Omdat die eigenlijk geen persoonlijke ambitie hebben. Die zijn het gewoon beu en die willen de zaken zien veranderen. Het is ambitieus, maar ik vind ja, op een gegeven moment, ik dacht voor mijn eigen, ik heb nooit aan politiek meegedaan, maar ik dacht,
Ja, wat ga ik doen? Blijven klagen? Op een gegeven moment moet je iets ondernemen. Lukt het? Oké. Lukt het niet? Oké, spijtig, maar tenminste, je hebt het tenminste geprobeerd. En het is misschien ambitieus, maar ik vind, wij proberen het toch. Mm-hmm. Maar die tweetalige partij, die bijvoorbeeld eist de afschaffing, we hebben het daar net al over gehad, van alle inmenging, zowel van de Franstalige als van de Vlaamse gemeenschap, in zaken van het Brussels gewest. Mm-hmm. Dat staat haaks op de manier waarop België in elkaar zit. Dus je hebt een serieuze revolutie, nog een serieuzere staatshervorming nodig dan die men nu wil. Natuurlijk. Maar ik denk dat moesten we het op die manier bekijken, dat die staatshervorming misschien vlotter zou gaan. Mm-hmm. voor Brussel, maar willen de twee gemeenschappen dat? Ja, maar ik vind de twee gemeenschappen, die moeten zich niet bemoeien met wat er in Brussel gebeurt. Brussel is wel de hoofdstad van Vlaanderen. Ja, maar dat vind ik ook compleet belachelijk. Excuseer mij, waarom kiest Vlaanderen voor Brussel als kapitaalhoofdstad, terwijl Wallonië hun hoofdstad in wat is het, in Namur, in Namen. Ja. Ik bedoel, waarom doen ze dat? Ik vind, Brussel is hoofdstad van België, maar waarom moet Brussel dan, ofwel moet Brussel hoofdstad zijn van Wallonië en van Vlaanderen, maar toch niet enkel van Vlaanderen, dat is toch belachelijk. Je hebt hier 85% van de bevolking die hier Frans spreekt en ze gaan hier hun hoofdstad van maken. En de Vlaamse gemeenschap bijvoorbeeld doet ontzettend veel. Ik denk aan het culturele terrein. Er wordt ontzettend veel geld hierin gepompt. Ja, veel te veel vind ik persoonlijk. Ja. Ja, ja, ja. In Vlaanderen begint men dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Ik vind dat ze veel beter hun geld zouden besteden aan ik weet niet, wat nodig is. Wat echt, bijvoorbeeld het onderwijs. Dat is echt van nu aan de Vlaamse kant. En dat is ook iets dat ik niet normaal vind. Kan mij niet schelen waarom het zo is, maar ik vind dat het niet normaal is dat de mensen die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen veel minder moeten betalen dan degenen die hun kinderen in het Franstalig onderwijs sturen. Ik vind dat, met wat zijn we bezig? Ja, dat is iets wat, hoe kunnen we goed met elkaar omgaan als we niet op dezelfde manier worden beschouwd? Ja, dat is iets wat veel Brusselaars uit alle hoeken begint te storen. Mm-hmm. En dat begint te ervaren. U geeft het voorbeeld van kosten van onderwijs. Mm-hmm. Maar de erfenisrechten zijn anders dan de mensen in Vlaanderen. De premies voor isolatie en dat soort dingen. En je krijgt binnen eenzelfde gemeenschap twee verschillende de facto subnationaliteiten. Absoluut. Alhoewel men altijd heeft willen vermijden. In de werkelijkheid is dat wel zo. Hè? En je moet ook, bijvoorbeeld de allochtonen die hier toekomen, die moeten voor een taalgroep kiezen. Maar je spreekt thuis Turks of Marokkaans en je moet dan kiezen. Ik ken zo een familie en die spreken dan thuis Arabisch en dan spreken ze ook Frans en dan gaan die kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs. Het resultaat is dat die geen enkel van de drie talen op een deftige manier kunnen spreken. Moest je vanaf het begin dat onderscheid niet maken en dat de kinderen van heel kleins af in de twee talen zouden opgevoed worden, dan zit je iedereen op een gelijke voet. En je moet ook niet die verschillen, geld gaan geven aan de ene en niet aan de andere. Ik vind dat schandalig. Mm-hmm. Echt waar. Ik ben daar echt, dat maakt mij kwaad, zoiets. Het is apartheid.